Je bent ondernemer of je werkt bij een bedrijf en je geeft leiding. Uh, maar bij goed leiderschap, zeker vandaag de dag, daar komt nogal wat bij kijken. En dus bestaat de mogelijkheid dat je tegen issues aanloopt. Heel misschien helpt dit gesprekje dan wel verder. Welkom bij CVD-TV. Roen ja. Offmans, als we jouw cv eens even uitlichten. Ja. Je komt uit de ondernemershoek. Ja. Uh, wat heb je allemaal gedaan voordat je bent gekomen waar je nu bent? Ja. 30 jaar ondernemer en ben begonnen met een reisorganisatie op het gebied van berg en skisport. Ja, was dat je ding? Uh, ja, klopt. Uit, ja. uit passie geboren van? Ja, uit passie geboren was bezig met bedrijfskunde. Ik dacht van nou ja, dat uh, wat ik niet wil, is een of andere toren op de Zuidas uh, eindigen. Dus ik ja. uh, had zoiets van uh, hoe kan ik hier uh, iets leuks uh, mee doen. Ja. En uh, ik ben gewoon begonnen, eigenlijk. En wat uh, was dat dan voor <coughs> soort business? <coughs> eigenlijk een tour operator. Dus okay. voor mensen die um, uh, die iets met Bergse wilde, dat ze serieus uh, wilden leren. Er waren mensen die een week lang met ons uh, de bergen ingingen. Internationaal uh, ben ik eigenlijk al gestart met een Oostenrijkse collega, een Bergids, die, uh, die opleider was van de gidsopleiding. En we konden daar uh, perfect de, de, de juiste mensen uit de opleiding pikken om voor ons uh, te werken. Uh, en ik ben de marketing en sales gaan doen vanuit Nederland. Ja. We hebben een, een succesvolle organisatie opgezet. 10 jaar gedaan met veel plezier. Ja. Uh, toen eigenlijk ik terug uh, in Nederland gekomen en gedacht van nou wat kan ik eigenlijk nog meer uh, met deze kennis en vaardigheden? Ja. Terecht in het uh, veilig werken, dus veilig werken op hoogte. Dus hoe kun je uh, ja klimmen eigenlijk op panden? Een beetje het verlengde van uh, uh, van, uh, ja. van van berg. Uh, ja. Sport. Wat heb je met dat andere bedrijf gedaan dan? Uh, ja verkort, maar dat klinkt mooier als het was. Want Ja, ja dat is uiteindelijk zeg maar uh, degene waar we het aan hebben overgedaan heeft dat eigenlijk uh, Laten verwateren en is niet, eigenlijk niet zoveel meer. Uh... Je bent er niet zeg maar, uh, vermogend uitgekomen? Nee, nee. Dus wat ik daar eigenlijk al geleerd heb is dat uh, als je een bedrijf uh, opschaalt en het hangt heel erg aan de ondernemer vast, uh, dat je eigenlijk nog niks uh, bereikt. Nee. Dus, uh, Qua, nee, nee want daar kun je er niet vanaf. Nee, maar voor mij was prima. Uh, ik, de mooie tijd afgesloten was yeah. toe iets anders. Heel veel geleerd en vooral heel erg veel contacten uh, opgedaan. We zijn toen een merk gaan vertegenwoordigen, wat ik eigenlijk vanuit de sport heb leren kennen. Um, ja, en dat, daar zijn we dus mee begonnen. De, in en dan heb je het over beveiligingsspullen of wat? Ja, of, ja, ja, touwen dus, en, en weet ik veel. Ja, helmen, gordels, klimmen, uitrusting, zeg maar. En hoe kun je dat toepassen in, uh, in, in stedelijk gebied en in de industrie? Dat, moet je je dat je was voorstellen. Wel een nieuw markt, toch? Ja, zeker ook in die tijd. Dat was eigenlijk helemaal nog niks. Um, doodsoorzaak nummer één op het werk is uh, vallen van hoogte. Uh, was speerpunt voor een arbeidsinspectie, maar er was eigenlijk niet heel erg veel. Uh, die, die markt die, die stond eigenlijk al tien jaar stil. Mm. Dus zijn we eigenlijk een vertaalslag gaan maken van de sport naar de industrie en uh, stedelijk gebied. Um, met, een, met een merk, een, 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 een fabrikant die daar ook best wel vooruitstrevend in was. Ja, daar zijn we echt, uh, daar hebben, dat heeft ook weer heel snel uh, heeft dat een vlucht genomen. In omzet, in mensen, in alles. Ja, alles. ja. Ook, ja. ja. En, in, en winst ook. Jazeker. Ja, ja. 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 en, en. Uh, zo zijn we eigenlijk terechtgekomen ook bij de politie de, destijds. Uh, ik zeg altijd in een positieve zin met de politie in aanraking gekomen. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> dus arrestatieteams, mobiele eenheid, uh, speciale eenheden van de politie gaan opzoeken. Die opleiden. die daken op moeten en zo. Ja, ja, dus veilig werk op hoogte. Dus hoe doe je dat? En, uh, Vanuit het wegzetten van een onderhandelaar, tussen uh, achterwacht bij een instap, uh, als ze een verdachte uit een pand gaan halen, tot antiterreur, zeg maar. En um, ja, vanuit de politiewereld, zeg maar, die mensen werden heel erg opgeleid vanuit uh, de bergsport, wat die kwam heel erg vanuit defensie. Natuurlijk, in de tijd van de Koude Oorlog uh, lagen alle wapens richting Rusland. Dus dat, dat, die waren heel erg opgeleid in Schotland, Noorwegen en ja, dat is natuurlijk wat anders dan stedelijk gebied. Ja. Uh, en wij hadden naast zeg maar, die kennis en ervaring uit de bergsport inmiddels ook kennis en ervaring in de industrie en stedelijk gebied. En we konden daar een hele mooie mix uh, maken. Dus. Maar dan ben je meer dan iemand die de touwen en de en de haspels en de shizzle verkoopt. Dan ja. ben je ook een soort trainingsbureau. Voeg ja, moet dat dan zien? Ja, dus op, opleiding, uitrusting, advies. Nee, dat is eigenlijk de ja, ja. totale oplossing van nou ja, je hebt een probleem en hoe los je dat dan uh, hoe los je dat op? Interessant. En zo zijn we eigenlijk internationaal uh, terecht gaan komen. En toen is het bedrijf eigenlijk gaan fragmenteren en gaan bloemk bloemkolen. Ja, bloemkolen zes noem je dat. Zoals ik het, noem dat, ik het hè? altijd noem. Ja, ja. ja. ja dus één uh, de, 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 bedrijf werd er, door twee, twee werden er door vier. Dus uh, ja, langzaam ontwikkelde ik mij als serieondernemer. En ik heb altijd wel de krenten uit de pap gepikt. En de leuke klussen uh, eruit gehaald. Wij zijn producten gaan uh, fabriceren vanuit een machinefabriek in uh, Engeland. Dus we zijn gewoon begonnen daar met een machinefabriek klimuitrusting. Dan moet je denken aan uh, een harpoengeweer, een harpoen, uh, lijnwerper om het, een, een haak op het dek van een schip te krijgen. dan hadden we met een Zweedse fabrikant als je dan een touw hebt hangen, een lijn. Die Kon je dan invitten in, uh, in een apparaat en dan zo omhoog rijden langs het schip? Dat is James Bond, man. Ja, dat is een Mission Impossible. <laughs> ja, ja en, uh, en ook net in, die, in precies in de goede tijd, de uh, Golf van Aden, kwam de piraterij opzetten. Ja, en ja, ja, en uh, ja, dus iedereen wilde dat. Jullie dreven op ellende in de wereld, zeg maar. Ja, dat is toch een beetje als het in die industrie wel gaat, zeg ja. maar. Uh, maar onze benadering was dan weer net even wat positiever, dus. Mm -hmm. de, de, ja, de slogan was uh, Help Heroes Save Lives. Dus wij willen uh, ja, anderen helpen om mijn werk gewoon uh, goed te kunnen doen. Ja. Met uitrusting, opleiding en advies. En dat doe je nu niet meer. Want dus wat is er in wat is daar gebeurd? Zeg maar, heb je dat wel verkocht? Of heb je dat, ja, heb je dat... Dus ik ben eigenlijk in inmiddels een jaar zeven, acht geleden ben ik daaruit gestapt. Ja. Omdat ik daar eigenlijk, nee, voor mijn gevoel was het spel ook wel uitgespeeld. En ik mm -hmm. was ook echt helemaal klaar mee. Mm -hmm. Heel veel gereisd over heel de wereld, want wij deden dat inmiddels wereldwijd. Um, ja, en een van mijn bedrijven, dus een van die inmiddels tien uh, bedrijven ging failliet. En dat heeft mijzelf ook wel uh, stopgezet en uh, is een reis naar binnen ge geworden van... Ja, die, ja. Uh, ja, dat, dat, wat ben ik nou eigenlijk aan doen? En uh, ja... En dat is eind de start geweest van waar je nu zo'n beetje mee bezig bent? Want even voor mijn prik, even heel plat ondernemerstechnisch, ja. ben je daar vermogend uitgekomen uit die hele reis? Of moet ja, dat ook dus relatief? Ja, toch wel. Want uh, ja, ik, die, die teambedrijven waren niet allemaal succesvol. Ik zeg altijd wisselend succes. Ja. Uh, twee, twee zijn er uh, echt heel goed uitgekomen, verkocht, deel ook weer teruggekocht. Er zit inmiddels private equity in. Oké. Okay. Dus daar uh, zitten nog ook belangen in? Uh, ja, betrokken. zeker. Daar okay. ja, ben ik eigenlijk niet meer actief, maar ja, zeg maar aan de achterkant. Yeah. Als investeerder. En van die andere bedrijven heb ik eigenlijk uh, ja, de, de leuke dingen verkocht. Dus uh, de IP verkocht, uh, databases. Uh, ja. Ja, of, daar ben ik goed uitgekomen, zeg maar. Dus, uh, um, hoe zag die innerlijke zoektocht eruit dan? Want dat is een heel andere wereld als waar je uitkwam. Ja, eigenlijk ben ik daar ingerold. Dus mijn vrouw die, uh, die deed een training en zei... joh, misschien is dat ook wat voor jou. Dus daar ben ik eigenlijk ingerold. Zat daar een boodschap achter? Of, uh? Nee, nee, nee. Het was echt van... Uh, <laughs> dat gun ik jou, zeg ja, maar. Ja, het, okay. uh, ja, ja. Um, ja, en die had ook wel door dat dat, nou ja, dat, dat uh, nodig was, zeg maar. of Dat het zinvol was. Mm -hmm. dat was dat wil, ik wilde gewoon weer wat anders. Ook mm -hmm. daarmee, zeg mm -hmm. maar. Dus, nou Ja, en dat werd een... Uh, een reis van uh, die eigenlijk nog steeds voortduurt. Dus ik ben opleidingen gaan doen. Ik ben bij een opleidingsinstituut terechtgekomen in Utrecht, waar ik eigenlijk nog steeds opleidingen doe. Ja. Uh, dat doe ik dus al eigenlijk al nou, vijf jaar uh, zo'n beetje. En jouw bedrijf heet nu Peak Impact. Ja, Daar zit ook weer die berg in, hè, eigenlijk. Ja. ja, dus ergens uh, heb ik de cirkel uh, rond te maken, zeg ja. maar voor mijn gevoel. Dus wat is er mis met leiderschap? Eh, wat, laten we eerst even de pit doen. Wat doet Peak Impact uh, precies? Leg eens uit, wat, wat is de pitch? Ja, dus wij doen uh, trajecten voor leiders die vanuit bewustzijn werkelijk de top willen bereiken. Dus vandaar ook weer piek, zeg maar. Dus, en de top bereiken is niet zozeer ja, per se de winst, zeg maar, maar ja. hè, of de uh, hoge resultaten, uh, maar dat, dat wat jij belangrijk vindt in het leven. En, en ik denk, en, en wat ik omheen zie, wat succesvolle bedrijven doen. Als je dat doet, dat een, een mooi resultaat, uh, een vergoed resultaat, uiteindelijk een soort van logisch gevolg is daarvan. Ja. En hoe is het gesteld met leiderschap? Laten we in het beginnen kijken in Nederland. Uh, ja, wisselend. Dus, uh, ja, ik kom natuurlijk uh, vooral bij bedrijven waar, uh, waar werk aan de winkel is mm -hmm. voor uh, mensen zoals ik. Um, dus ja, mijn, mijn blik is ook wel een beetje gekleurd, maar ja, dus wisselend. Dus ik, Want wat, ik wat zie van? al ruim, veel ruimte voor uh, verbetering. Voor verbetering. Ja. <coughs> en dat is ook iets van alle tijden natuurlijk. Dus, wat? dus, hè, dus uh, dat leiderschap. Dat... Ja, dat leiderschap. Ja, dat leiderschap iets ja, of, nee, dat, dat, leiderschapsontwikkeling is iets van, van alle tijden. Ja, precies. Dus, ja, ja. Ja. Um, wie zijn jouw klanten? Ja, dus uh, ik opereer met name in uh, MKB, MKB Plus of wat groter, zeg maar, richting corporate. Uh, eigenlijk, zeg maar, kijk ik vaak in de spiegel. Dus dan zit ik tegenover een ondernemer en dan denk ik, Jee, dat het is echt zo herkenbaar. Ja. Dus, en dit is ergens, resoneren die op mijn verhaal mee? Dus dit verhaal wat ik vertel, uh, daar hebben ze vaak zoiets van, ja, oh ja dat herken ik wel. En, en, en jij hebt het spel al een keer gespeeld en jij bent net even wat verder als ik ben. En, ja, dat, dus, nou ja. Dat, ja, Soms en zeggen ze van: joh, ik weet niet wat je allemaal zegt, maar ik heb het gevoel dat wij moeten praten. Dat is het. Ja. <coughs> um, in hoeverre heb je het risico dat je dan vervalt in een soort van <coughs> um, business adviseur? Dus want je, jij, je focust je op leiderschap. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je al vrij snel, ik ken ondernemersland een beetje. Ja, <coughs> dat ja. je al heel snel bijna tips en tricks loopt te geven van, hey, wat je ook zou kunnen doen. Of je ja. zou misschien je business zo kunnen change, en dat, Voor je het weet bijna zo'n business uit. Waar trek jij die grens tussen je focus op leiderschap en breder advies? Ja, dus als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling hierin, dan ben ik echt wel begonnen als een ja. uh, adviseur. Uh, maar ik heb natuurlijk ook inmiddels vijf, zeven jaar ervaring in, in, in en ben goed opgeleid zeg maar, dus ik weet heel goed uh, welk pad ik moet bewandelen. Ja. Dus, Wat voor een opleiding heb je allemaal? Want ik las allemaal hele interessante NLP en, en, en uh, <coughs> uh, systemisch werken, transactionele analyse. Lek, ja. Neem ons eens mee in die wereld. Ja, dus zich van, dat is mooi dat je dit zou zeggen. Dat het is exact zeg maar de driehoek waar ik werk. Ik zie het zeg maar als een driehoek. Dus ja. Het zijn eigenlijk allemaal richtingen uit de positieve psychologie. Ja. ja dus wat, wat ik doe, is eigenlijk uh, psychologie. En uh, daar zijn allerlei stromingen in. En dit zijn drie stromingen die heel erg mooi samenwerken. Dus NLP is eigenlijk een verzamelterm voor, uh, ja, je zou kunnen zeggen, methoden en technieken die werken. Dus Ik uh, moet bij NLP meteen denken aan uh, over het vuurlopen of zoiets. Ja, is ja. dat een fout associatie? Nou, dus, dat op zich is een goede associatie, maar er is meer dan dat. Dus in oh. NLP zeg maar wat ze gedaan hebben is ze hebben gekeken wat maakt nou dat sommige therapeuten en coaches zo super succesvol zijn en anderen langer doen uh, over het behalen van resultaten. Je zou kunnen zeggen hetzelfde als COVID doet binnen het bedrijfsleven. Ja, zeg maar effectief hebben, leiderschap. Ja, dus, dus ja, wat, wat maakt nou wat zijn de zeven effectieve? Uh, ja. Zo hebben NLP-ontwikkelaars ook gekeken van wat doen nou coaches en therapeuten, uh, en trainers, facilitators, wat maakt dat sommigen sneller een resultaat bereiken als anderen. En dat hebben ze in modelletjes gegoten. Dus, uh, en dat, dat helpt jou als coach om, uh, wat noem jij je coach of trainer of adviseur of hoe noem jij jezelf? Ja, dat is een goede. Dus coach, trainer, veranderaar. <laughs> wat, uh, wat zin in hem? Wat zin in hem? Ja, en helpt, wat, hoe, maak eens concreet hoe NLP jou, en dan zo meteen die andere twee even, maar hoe helpt NLP jou om beter te worden, om effectiever te zijn richting Ja, jou? dus NLP gaat heel erg over: van oké, okay, waar sta ik nu, waar wil ik heen en wat staat er tussen mij en mijn doel? Hè? Dus dat uh, ja. zijn hindernissen en hulpbronnen, uh, even grof gezegd, maar ook allerlei modellen en technieken. Van hoe kijk je naar de wereld, hoe projecteer je allerlei dingen. Ja, ik heb die NLP-opleidingen gedaan, in geworden... en dan leer je allerlei dingen. En hoe verder je komt, dan, dan zie je in één keer van... oh, vrek, maar dat is van jou. zeg maar. Dat is gewoon uh, psychologie. Ja, dat is, heeft een, Carl een, Jung heb je nou. Carl Jung, ja. dat is gewoon psychoanalyse. Dat is al lang uh, bedacht. Dus het is natuurlijk allemaal dingen die zijn daarin terechtgekomen... die werken, maar die hebben natuurlijk wel degelijk een wetenschappelijke oorsprong. Ben jij iemand die van modellen en theorieën en wetenschappelijke dingen houdt? Ja, dus dat is... is dus een projectievraag dat, overigens, hè? want dat ik is, heb he daar heel veel moeite mee. Ja, dus dat is, dat is het NLP-stuk. En ja. transactionele analyse eigenlijk ook. Dus Wat is dat... trans transactionele analyse? Nou, die, dat zijn eigenlijk twee dingen. Dat zijn uh, ontwikkelings- uh, en persoonlijkheidstheorie. Uh, uh, dus je kijkt eigenlijk van uh, hoe zijn wij geworden, hoe zijn we op de aarde terechtgekomen. Hoe, we, hoe we hebben we ons ontwikkelingspsychologisch uh, ontwikkeld? Um, en hoe speelt dat in het hier en nu nog een rol? En het in het hier en nu nog een rol, het is eigenlijk uh, het, is het transactionele aan, aan het verhaal. Dus, dus hoe doe je dat in ontmoeting met de ander? Dus in communicatie. Dus het is ook een communicatietheorie. Je kent het wel van de drama driehoek, waarschijnlijk misschien wel eens van gehoord. Nee. oude volwassen kind model. Nee nee, 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 ik ben echt niet opgeleid in die hoek. Nee, okay, nee. Yeah. ja, trouwens, dat is niet wel waar, maar goed, het gaat niet om mij. Maar heeft het ook de moet ik, ik waar ik nu aan zit, denk, is dat een goede associatie is dat je dus dingen meeneemt uit je jeugd die je als gewoonte in gedragingen en zoals volwassenen ook nog hebt, of wat in wat van hoek ja. zit dat? Ja, exact dat, ja. En die je dus los kan laten, eventueel omdat ze niet meer nodig zijn. Ja, precies dat. Dus als je, als je ziet van, hé hey, Verrek, dat komt ergens vandaan. Dat was ooit een antwoord op de dingen die ik precies. heb meegemaakt in ja, die jonge Wat kinderen. iedereen heeft, denk ik, die volwassen exact. is. Ja, ja. 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 Dus maar de, als, je die, als je dat doorvertaalt naar leiderschap, zijn, ben je als leider nu nog vaak dingen aan het doen. Op een soort van automatische piloot zit je in een soort ja. patroontje wat je eigenlijk al jaren doet. Ja. En dat komt uit die jonge kinderjaren. Ja, dat heb je gewoon daar geleerd en dat doe je nu nog steeds. En dan hebben we als derde, we hebben NLP, transactionele analyse en systemisch werken. Kun je dat kort toelichten wat dat dan is? Ja, Dus, dus bij je uh, vaak bij, uh, bij de traditionele adviesvaardigheden kijkt naar het inzoomen op het probleem. Stel je een probleem, ja. zoom je hier eigenlijk uit. Dus je, je kijkt eigenlijk meer naar de totale context. Um, dus je zegt van uh, een, een probleem, als er rechts een probleem is in je leiderschap, in je, in je werk, in je afdeling, dus dat vaak Zit de oorzaak niet daar waar je naar kijkt, maar je zit vaak ergens anders in dat systeem. Dus je leert eigenlijk uitzoomen in plaats van inzoomen. Um, en dan moet je wat meer dingen loslaten. Yeah. Dus daarom vind ik zo'n mooi Drie ook, waarbij je bij, bij NLP en transactionele analyse echt gaat inzoomen en naar modellen kijkt. Waar je bij systemisch werk veel meer aan het uitzoomen. Hè. En dan ben je eigenlijk aan het kijken van ja, maar wat gebeurt er nou? Je laat eigenlijk alles los. En dan wordt het een beetje vaag. Dan ken nou, je natuurlijk allemaal... Dankjewel voor bruggetje. Ja. Als ik zo naar jou luister, ja, ik vind het superboeiend. Hè? Maar ik ken ondernemersland heel erg. Hè? Ja. En, uh, en, en dan, dan zijn best wel zijn praktisch, hebben ja. het druk... Zijn met hun omzet bezig, moeten producten ja. of diensten verkopen. Ja. Hebben we hebben wat gezeik met collega's en de stress van de dag. En dan kom jij binnen met je, met je, met je driehoek. Hoe ja. wordt dat ont Ik weet niet in een hoekje duwen, hè? maar dat, het heeft iets soort, ja, psycho, het heeft iets therapeutisch, iets psychologisch, ja. oftewel iets softs. En dat hoort niet in mijn vergaderkamer. Ik ben nee. hier, ik ben de zaak aan het doen. Sowieso hoort zeg maar. Um het is al die, die oplossingen of het hele psychologische, dat is te, wat er onder de motorkap gebeurt, zeg maar. Maar dat hoeft niet, dat is geen doel op zich. Dat nee, dan ga modellen Hoe raak jij, hoe connect jij met die? Ik, ik chargeer hem even als bijna een soort typerend rolmodelletje, zeg maar, of als, ja. een, als een soort personage. Ja, uh, maar hoe connect jij met zo'n typische ondernemer? Ja, dus het, wat ik vaak hoor is dat een dus een op een, een coaching of in leiderschapsprogramma's is dat de ondernemer zegt van ja ik weet niet wat je zegt maar ik heb het gevoel dat ik bij ja, ik weet niet wat je allemaal zegt Jeroen maar ik heb het gevoel dat ik bij jou moet zijn uh, want ik loop vast ik heb alles al geprobeerd ik heb al uh, uh, twee coachsessies gehad en, uh, en en ik het sla, slaat niet aan zeg maar nee. ik, ik maak geen verbinding met degene waarmee ik uh, uh, dat waar doe. lopen ze op vast ja, vaak op een stukje connectie. Dus uh, wat ik denk dat heel erg belangrijk is... en ik denk dat een deel van mijn succes is... dat ik, het, dat ik me heel erg goed kan verplaatsen in waar de, mijn klantengroep zit. En waar ze, waar ze, omdat ik dat zelf eigenlijk dat pad heb gelopen. Ja. Ja, maar ze lopen vast op connectie, op omgang met collega's, met opdrachtgevers, moet ik het zo zien? Ja, lopen ook, uh, ook vast op de connectie met de begeleider. Dus he, wat, dat ja, is ja. je vraag: van dat, 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 dat komen daar niet uit, zeg maar. Dus heb het gevoel dat ze uh, dat langs elkaar uh, zitten praten? Of, uh. Wat ga jij dan met ze doen? Ja, dit was ook je netje vraag. Hè? Van je komt dan binnen in een, in een bedrijf. Dat, dat kan. Hè? Dus uh, leiderschapsprogramma's doe ik in uh, gewoon open inschrijving. Maar soms willen we ook verandering inzetten in bedrijven over de as van leiderschap. Ja, ja en wat ik dan doe is eigenlijk gewoon als een vlieg op de muurs meekijken hoe het gaat. En dan, dan wat, waar ik goed in ben geworden is het ontrafelen van allerlei patronen en dynamieken. Jij zegt dan, hè, want dat was ook je vraag van. Wordt het dan niet vaag? Ja. Um, ik, mijn, ik, ik probeer altijd die, de, de, die klanten dan op te halen waar ze zitten. En waar ze zitten is heel erg in hun hoofd en in de modelletjes en de structuren en de patronen. En, uh, en dat kan ik met die transactionele analyse vaak heel mooi uittekenen. Van kijk, dit is wat er nu gebeurt. Mm -hmm. en, en dan... dan Slaan ze daarop aan en zeggen ze, oh, dit, dit, is, dit is het precies. En dan neem je ze mee? Hey, oh, dan zeggen ze, van, nee, het lijkt wel of je dwars door ons heen kan kijken. En dan zeg ik van, ja, goh, nou we het toch zijn. Zo is een experimentje dan. Ja, ja. En, hey. maar, en wat voor experimentjes doe je dan? Ja, dit is dit, dus de interventie, het zijn legio-interventies. Um, het is net wat er uh, op dat moment... Je uh, noemt dat interventies? Speelt, ja. Ja. En is dat altijd de leider zelf of kan dat ook breder zijn? Dat is, ja, dat wordt een beetje technisch, maar dat is eigenlijk de, het, het level waarop je contracteert dan. Dus, dus voor wie ben je aan het werk? Ben je aan het werk voor het team of ben je aan het werk voor de leider of ben je aan het werk voor de organisatie? Dus wie, wie is de opdracht aan het verstrekken? Ja, dus ik kan, om een voorbeeld te geven, het team versterken en daarmee de leider verzwakken. Maar als ik contracteer met die leider, dan heb ik die leider te versterken. Dus dan heb ik eigenlijk, om een heel praktisch voorbeeld... Uh, die leider eigenlijk te uithalen uit die vergadering... en met hem te werken van wat gebeurt er nou... En wat zou jij nu moeten inzetten... om hier een verandering uh, te faciliteren dat binnen jouw team? Is afhankelijk van jouw opdracht? Ja. Hoor ik dat goed? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je werkt vanuit... maar dat doe je dus niet, vanuit het belang van het bedrijf. Want dan ja. zou het wel kunnen betekenen... dat die leider moet verzwakken. Dat is altijd omdat... in het belang van het bedrijf. Okay. Alleen, ga je werken met het team? Ga je werken met de leider? Of ga je werken organisatiebreed, zeg maar? Maar zijn dat geen communicerende vaten? Zeker. Maar je moet wel ergens op insteken. Uh, ja. Want als je op alles gaat werken... Uh, ja, je hebt daar een keuze in te maken. Mm -hmm. En daar uh, nou, nou komen we eigenlijk ook een beetje tot de kern. Dus ik ben in de afgelopen twee jaar erachter gekomen dat voor mij uh, het, het beste werkt om uh, op leiderschapsniveau in te steken. Mm -hmm. dus Want? Op, op, waarom, vind je, waarom is dat voor jou het fijnste of het beste? Uh, omdat ik graag werk met, uh, met het individu meer dan met het team. Ja. Ja, dus uh, je kan een teaminterventie doen, of je kan één uh, op één werken met die leider. En ik, ja, ik vind het gewoon heel fijn om met, uh, met, met leiders uh, te werken. En om die in hun kracht te zetten, zodat ja. die zelf binnen het team of binnen de organisatie uh, de verandering in gang zetten. Dus de linking pin is voor mij het leiderschap. Ja. Er is natuurlijk veel te doen omtrent leiderschap. Uh, met name in de context van uh, ik sprak laatst een uh, ondernemer, nog niet eens zo oud overigens, begin dertig, die zei Jezus. Ik had vorige week, werd ik al bijna beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag... ...omdat ik een stagiair vroeg om een kopje koffie te halen. Ja. En ik, ik, man, ik voel me bijna met handen en voeten gebonden. En ik moet zo op mijn tenen lopen. En, uh, ja. Kom jij dat ook tegen? Ja. Dat, dat, hoe vooral, wat, wat zijn de ontwikkelingen op leiderschap of de actuele thema's op dit moment? Ja, ik denk, ik denk dat sowieso één is uh, een extreem snel veranderende wereld. Dus wat we nu van leiders vragen of wat je dertig jaar geleden van een leider vroeg zijn, dat zijn echt twee compleet verschillende dingen. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk technologische ontwikkeling, neem nou AI, zeg maar. Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Het wordt zeg maar ook steeds, het wordt steeds zakelijker, het wordt steeds sneller, het wordt steeds harder, zeg maar. Ja. Dus hoe neem je daar de menselijke kant in mee? Ja. Dus dat is echt een heel groot thema. Wat je, aansnijdt, dat gaat natuurlijk over veiligheid. Dus we komen er ook steeds meer achter dat heel veel mensen zijn onveilig gehecht. En die komen dan in een organisatie waar het ook nog onveilig is. Dus hoe verbind je je met, met de organisatie en met het doel van die organisatie? Ja, dat is een hele klus. Hmm. Ja, die kan ik me zoiets voorstellen. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen? Ja. Ergens uit? Ja. In, in, maar kun je die vraag wat... Uh, <laughs> nou, dat is een hele brede vraag. Ja, dat is een hele brede. <laughs> Daar zit inderdaad heel veel achter. Ja. Nou, laat ik het alles anders stellen. Ik, heb, ik, heb, uh, ik zou wel willen dat er veel meer vrouwelijke leiders zijn. Want ik denk dat het dan een stuk beter zou gaan. Maar ik weet niet of dat een misvatting is. Ah, ja. ja, ik denk dat het, dat is één aspect. Uh, en, en het tweede is dat er veel meer vrouwelijkheid in leiderschap mag. Mm. Dat geloof ik ook. Mm -hmm. uh, omdat er heel veel... Jong die noemde dat animus en anima, dus vrouwelijke in de man en de mannelijke in de vrouw, dat daar heel veel vervorming op is. Mm -hmm. En of een man of een vrouw uiteindelijk die leiderschapsrol gaat vervullen, dat maakt niet uit. Nee, precies. Want twee mannen, zeg maar, die kunnen dat ook met hun eigen kleur doen. Met hun eigen, hè, dus als jij en ik een bedrijf gaan leiden, krijg je twee verschillende dingen. Ja. Want wij doen dat vanuit hun eigen kleur, hè, dus hun eigen achtergrond. en dus. Het gaat niet zozeer over dat er. Ja, een vrouw of een man, maar het meer het mannelijke en het vrouwelijke. En ik denk als je zegt van, er mag wel wat meer vrouwelijkheid in organisaties, dat, dat denk ik dat je gelijk hebt. Dus ik, is een van de aspecten die een leiderschap moet onderzoeken, vind ik, is ja, hoe zit dat met het mannelijke en het vrouwelijke? Maar het is, je zegt het is eigenlijk het is een rol die je kan invullen, ongeacht of je een, een hem of een haar of een hen of een ja, whatever bent. Exact, ja. Ja. Uh, nou, ja, ja, exact. Ja, dus, uh, ja. Zijn er, leiderschap is een rol. Ja, ja. precies. Leiderschap ja. is een rol. Zijn er organisaties waar jij binnenkomt? Kun je met elke organisatie aan de bak? Kun je met elke leider slash bedrijf aan de bak? Of zijn er ook opdrachtgevers waar je zegt van ja, maar hier kan ik gewoon niks mee? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat er een wil is. Voor mij wat belangrijk is, is een wil tot verandering. Mm -hmm. uh, want als je doet wat je altijd deed... ...dan krijg je wat je altijd kreeg, zei Einstein. Dus, dus je moet ook wel iets willen, zeg maar. Dus wat ik vaak zie is dat klanten die ik aanspreek... ...al een paar keer zijn vastgelopen met uh, groei ontwikkeling... ...flow, dat er nog steeds gedoe is. Uh, en dan is de urgentie hoog. Ja. Daar vind ik lekker werken. Dan ja. zit er een beetje druk op het systeem... ...en dan, dan willen mensen ook echt... Ja. Uh, ja, en ik denk dat iedereen kan veranderen. Want dat heb je zelf ervaren. Ja. Dus als jij het kan, kan iedereen het. Ja, en ik denk alleen dat uh, je moet je verandering op het juiste niveau insteken. Dus zo hoog mogelijk in de organisatie. Dat, daar moet het echt gedragen worden. Jou, heeft jouw dienst een begin en een eind? Ja, Ja, dat ja, het is, het is ook een belangrijk uitgangspunt. Ik, ik geloof namelijk heel erg in autonomie van mijn klanten. Ja. En ik loop een stukje mee en neem dan ook weer afscheid. Want ik wil niet dat... En daarom past mij die adviseursrol ook minder. Want dan, dan blijven ze eigenlijk komen. Ja. Wat ik wil is dat ze in hun eigen kracht komen staan... en dat daarna gewoon lekker zelf gaan ja, doen. En ze wie ben ik om te ja. zeggen hoe ze hun werk moeten doen. Dus ja. waar ik goed in ben is een spiegel voorhouden en met, met methoden en technieken en interventies en, en ervaringsgericht leren... nieuwe dingen leren zodat je kunnen groeien en dan weer lekker zelf op pad. Ja, ja, precies. Jij, uh, Peak Impact is een. Uh, heb jij mensen in dienst en zo? Of is het echt een soort netwerk waar je mee werkt? Want je bent natuurlijk niet zo lang bezig nog, met, tenminste met het merk Peak uh, Impact. Ja. Hoe moet ik het bedrijf voor me zien? Ja, dus zeg maar, faciliterende de achterkant, uh, gebruik ik ook mensen uit de andere organisaties. Ja. Uh, dus ik probeer het zo klein mogelijk uh, te houden. En ik doe het niet alleen in de zin dat ik. Je had het net over mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Ik mm. denk dat mannelijk leiderschap, dat je dat van een man moet leren. <coughs> vrouwelijk leiderschap van een vrouw. Dus wij, wij zijn wel een groep trainers die samenwerken en die ook hun eigen specialisme hebben ja. uh, op bepaalde gebieden. Die worden ingezet ook in. Uh, ja, op, op bepaalde, bepaalde problematiek, zeg maar. Dus ik doe dit niet alleen, ik doe dit met zelfstandige trainers. Ja, is het ook wel zien als een platform, zeg maar. Ja. ja de reden waarom um, ik het vraag is, hoe verhoud jij je, want je bent niet de enige uh, in, nee. de, in de wereld, zeg maar, in Nederland. Je hebt, je hebt kleine, je hebt natuurlijk een, een waanzinnig grote groep zelfstandige coaches die op ja. het gebied van leiderschap zitten. Je hebt de grotere uh, bedrijven en merken ja. die daarmee bezig zijn. Hoe onderscheid je? Waarom moet ik... Als ik dit luister of hoor of zie... waarom moet ik dan zeggen, hey, frek, maar dan moet ik bij Jeroen zijn? Ja, dus het, het onderscheidend vermogen zit hem echt wel in het kleine. En, je, de grote partijen van deze wereld... Die, die doen ook echt hele mooie dingen in het bedrijfsleven. Uh -huh. Ik denk dat onze kracht zit in, in dat we klein zijn en uh, flexibel. En wij we doen het heel erg vanuit... dus onze insteek is heel erg natuurlijk leiden. Dus natuurlijk leiden en in de natuur, dus wij doen heel veel dingen buiten. Oh ja, ja. Oh, kijk je het bos in en zo? Ja, het bos in ook. Oh ja. Hoe, ja? Ja, dus dat dus is wel een stap, hoor, voor dus mensen. Ja, dus we mensen nemen mensen van binnen naar buiten. Ja, ja, ja. ja dus uh, en van buiten weer naar binnen, zeg maar. Dus het is. Uh, oh, grappig. Ja. ja, en we merken gewoon en het, dus is, ja, die is niet altijd, hè. Dus het is geen doel op zich. Maar wij merken dat... Uh, gewoon. ook een heel weekend dan, uh, in ja. een tentje of zo, of niet? Ja, of... ja, ja een driedaagse, uh, oh, zeg ja? maar, uh, ja, back to the basic, uh, in expeditietentjes met uh, brandertjes. Uh, ja, uh, jezelf tegenkomen. Mm. En die verstelling zeg maar, even geen uh, mobiel bereik en ja. geen uh, telefoon. Nee, dat kennen we niet meer. Ja. Dus, uh, ja. zijn, jullie, zijn jullie duur? Nou, Nee. Ja, dus, ja, wat is, wat is ja. prijs? De domme vraag. Als je dat afzet zeg maar, tegen de resultaten die wij neerzetten, ja. dan denk ik dat het dat ja, dat dat niet in verhouding staat. Dus die... ja, want dat is dan meteen tot slot het laatste wat ik wil weten, is wat levert het op? Want je, hebt, natuurlijk, je bent nu een tijdje bezig, je, ja. je, je doet, uh, eh, aan de, want je doet in companies, je doet, je doet open inschrijving, je doet 1-op-1 uh, trajecten. Ja. Uh, wat, wat zijn de resultaten tot nu toe? Ja, dat mensen gewoon veel meer uh, rust uh, vinden. En vanuit die rust en echt een, in een flow uh, terechtkomen. En het resultaat van die flow is een, een bedrijfsresultaat. Ja, punt. Zo simpel. En een persoonlijk resultaat. Ja, en, en ja. soms betekent dat dat mensen gewoon een andere richting ingaan. En dat is ook mooi. Want, ja. Ja, dan, dan... ja, dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook. <laughs> en, uh, ja En dat gun ik ook mensen, want ja... ja uh, uiteindelijk is dat wat je nodig hebt, ook als organisatie, heb je leiders nodig die echt helemaal gewoon vanuit een natuurlijke, authentieke ja. rol die plek pakken. Ja. Ja. Zichzelf kunnen zijn en met, met hun eigen unieke kleuren uh, hun dingen kunnen doen, zonder al die ballers van, uh, van vroeger uh, hun ding kunnen doen. Ja, en het logische gevolg daarvan is gewoon dat het gaat stromen in een ja. organisatie. Stom eigenlijk dat dit in het dagelijks leven van een gemiddelde leider nog best wel een ondergeschoven kindje is, hè? Ja, en dat is, wat je dus ziet, zeg maar, is dat wij als maatschappij natuurlijk de behoefteperamide van Maslof, die wordt steeds meer vervuld. Dus we, we, we komen echt op een punt dat we gaan kijken en reflecteren van, ja, maar wil ik dit wel? Kijk, neem nu die jonge generaties, als ze het in, in drie dagen kunnen verdienen, waarom zouden ze dan in godsnaam vijf dagen gaan werken? Dat, dat is wat je hoort. Ja. Dus mensen die gaan heel erg kijken van, maar wil ik dit wel? Past dit bij mij? Een, een eigen ja, zelfvervulling zeg maar daar ja. gaat het steeds meer om ja ja dus en past dit nog bij mij dat is de grote vraag die nu gesteld wordt ja wat wel eens goed is om over na te denken voordat je want veel leiders zitten gewoon in die red van uh, van het dagelijks ondernemen en zijn hier dus te weinig mee bezig ja het zitten in een patroon zitten gewoon vast in een patroon ja want zo deed we het altijd zo heb ik het van vroeger geleerd ja uh, maar, maar gewoon een keertje best doen, mijn vader deed het ook zo. En, uh, ja. Doe jij ook wel eens gewoon, de laatste vraag, hoor, maar doe ja. jij ook, ik kan ik me ook voorstellen als mensen dit luisteren, ik wil, ik wil alleen even een bakkie doen. Want het is ook best eng volgens mij dat je ja. meteen zegt, Yo, doe mij die tent maar drie dagen. En uh, ja. <laughs> weet je? ik kan me ook voorstellen dat mensen Zeker zeggen, van, maar kan, kan ik gewoon even één keer bellen of een bakkie doen of een meetingje ja. doen om gewoon ja, even ja, dus wat doen? Uh, sowieso 20 minuten gesprekken om gewoon eventjes uh, van waar sta je nu als uh, Wat is je volgende stap? Okay. Nou, we hebben een hele laagdrempelige eendaagse training uh, die heet uh, je volgende stap in leiderschap. Waar ik laagdrempelig kan kijken van uh, Goh, waar sta ik nou? En wie zijn dat dan, uh, die lui uh, Precies, die Ja, precies dat. Ja. En, past dit wel bij ja, mij? Hè? Ja. En is het niet uh, ja. Ja, is dit nou vaag of is dit nou concreet of allebei? hoe zit Wat doen ze nou precies? Ja, precies dat. Ja, dus mensen die zoiets hebben van ja, uh, ik, ja. Interessant. Uh, ja, die, dat er, dat eh, zou een mooie eerste stap zijn. Ja, uh, ziet, dan dan er zijn dan dan instapmodellen ja. beschikbaar. Mag ik jou heel veel uh, succes wensen met het, uh, het uh, hoe heet het? In samenwerking met zezelf om mooiere leiders te maken in deze wereld. Want jij wel nodig. Zeker. Dankjewel ja. Jeroen dat jij mijn gast was. En dankjewel voor het kijken naar dit gesprek. En als je hebt geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren naar de podcast. En wil je meer weten over Peak Impact of over Jeroen of Mans, mijn gast, dan kijk in de beschrijving. Dan vind je daar de nodige informatie. Voor nu dank je wel voor het kijken en voor het luisteren. Hoi. ハハハハ。